Tim Hortons is gesloten. Maar het wordt nog erger. Want hoe lang zijn we al aan het rijden? Vanaf 6 uur, het is 8 uur. Ja. Nou, dan gaan we er maar weer in, hè. Ja. St. John, jullie kan gewoon die rood-paarse lijn volgen. Dat heeft hij natuurlijk niet gelopen, ook niet gezongen. Hij is verder gegaan hierboven in Nova Scotia, ik denk bij Sydney, zo'n beetje binnengekomen hier zo. En is hij hier zo naar Dartmouth, dat is Halifax gelopen. Charlottetown heeft nog even apart een afslag genomen naar Prince Edward Island. St. John, St. John, New Brunswick, hier weer omhoog, helemaal het Franse gedeelte, want dit is Amerika, hij heeft alleen Canada gelopen. Dus je moest heel deze lus maken als niet het was hier door wat is het, New York State. Verder lopen, huppakee, Port Hudsbury, Ottawa, nou, Toronto, Hamilton, huppakee, deze hele lus gemaakt, Sudbury, Wawa en vanmorgen tanken hier in Stunde Bay. Dus 4677 kilometer. Dan moet je nagaan, wij zijn dus hier geland, hè? Van hier naar hier ben je al 2 dagen aan het draaien zo'n beetje. Dus om enigszins een indruk te geven. Marathon nog hoop.